Welkom, leuk dat u alweer kijkt naar een nieuwe aflevering van Moods. Vandaag ben ik op de tuinbeurs in Utrecht en ik probeer te ontdekken wat de nieuwste trends zullen zijn op tuingebied voor de komende zomer. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Je zit zo lekker ontspannen in uw tuintje. Ja, heerlijk hè. Even een beetje bijkomen. Daar zijn de tuinen tegenwoordig voor hè, om even lekker te relaxen. Eventjes een beetje na een dag hard werken, even bijkomen. Ja, klinkt heerlijk. Het is ook heerlijk. Nou, ik ben benieuwd wat de nieuwste trends zijn voor het komende seizoen op tuingebied. Die ga ik u graag eens even laten zien, wat de trends zijn voor 2012. Zullen we gaan? Graag. Dit is zo'n trend, een mooie exclusieve lamp erboven, eventueel ook een hele grote lamp voor boven de eettafel. Wat zien we tegenwoordig? Dat er toch wel de mensen graag een strakke tuin willen hebben, een strak ontwerp willen hebben. Maar dat wij in principe graag sfeer en beleving in de tuin willen creëren. En hoe doe je dat? Met verlichting, met accessoires. Nou, tegenwoordig een andere trend is RVS met eventueel mooi hout. Zien we hier ook een voorbeeld van. Zeker met een mooi gedekte tafel. Hartstikke leuk. Blijft dit ook zo mooi? Dit blijft, ja absoluut, dit blijft heel mooi. Het is weersbestendig. Alleen roep ik altijd wel van tegen de mensen van, als je spullen neerzet op de tafel, haal dat wel om de zoveel tijd eventjes weg. Maak het even schoon. Want op een gegeven moment verbleekt het. En zeker als je met potten werkt of met bakken werkt, is het beste om dat toch regelmatig eventjes te verplaatsen. Wat toch een andere trend is, wat je ook ziet, is dat men natuurlijk toch van buiten naar binnen gaat en van binnen weer naar buiten gaat. Ik laat jullie straks ook even een voorbeeld zien van bijvoorbeeld een buitenkeuken. Soms denk ik wel eens van de mensen hebben binnen een prachtige keuken. Waarom hebben we buiten dan ook weer een buitenkeuken? Omdat we eigenlijk een buitenkamer creëren met een stijl, met een sfeer, met een beleving. En dat, ja, het is natuurlijk wel lekker als zonnetje schijnt, dat je lekker op je terras een wijntje kunt gaan drinken. Nou Jan-Kees, je had het net over buitenkeuken. Hier staan we volgens mij bij een heel mooi geval. Ja, dit is een hele mooie buitenkeuken. Is van prachtig eikenhout, zwaar eikenhout. Het is een genot natuurlijk, niet alleen om de hapjes te eten, maar dat zien jullie wel aan mijn buik, dat ik graag zo'n hapje nuttig. Maar het is natuurlijk ook een genot voor een kok om op zo'n prachtige buitenkeuken de gerechten klaar te mogen maken. Mooie, hoogwaardige RVS barbecue erop. Ja, dat is gewoon echt genieten om daar lekker van het zonnetje. In het zonnetje, wijntje erbij, hapje erbij, om daarvan te genieten. Ja, het is fantastisch. Je zijn, ik durf het bijna niet te vragen, maar is het een werkend model? Ja, absoluut. We hebben hier ook de kok regelmatig die hier even hapjes en dingetjes zit te maken. Dus het werkt ook allemaal. Ik zou zeggen, van leg je vinger maar even in de frituurpan en dan weet je wel dat het werkt. Hè? Zullen we maar gewoon gaan proeven? Zullen we? Ja, ik laat er toch eentje nemen. Dus de mensen kunnen zo'n keuken helemaal op maat bestellen? Ja, de buitenkeukens zijn helemaal op maat te maken. Ook afhankelijk natuurlijk van je terras, hoe groot het is. Maar ook een beetje afhankelijk van wat wil je allemaal in de buitenkeuken hebben. Nou, hier zie je bijvoorbeeld dat er ook een complete koelkast in zit. Wat makkelijk is om natuurlijk ook de lekkere hapjes goed in te houden. Ook in de zomer, als het lekker wat op temperatuur is, is het toch goed dat je zalmpje en je biefstukje en je kipfiletjes allemaal veilig blijven. Ja. Ik had het net even over materiaal. Dit is Belgisch hardsteen. Het grote voordeel daarvan is in principe dat het makkelijk afneembaar is. Dat het niet al te kwetsbaar is. Zo'n keuken moet natuurlijk aan gewerkt kunnen worden. En vervolgens moet het ook makkelijk in onderhoud zijn.
Wat dan allemaal bijzondere materialen dit? Ja, wat toch een trend is, is het zogenaamde kortenstaal. Kortenstaal is een product wat of aan de buitenkant dus een roestbruine kleur geeft. En vervolgens stopt het oxidatieproces en blijft het materiaal heel erg duurzaam. Je kunt er hele mooie dingen van maken. Dit is dan in dit geval dan een waterelement. Pompjes erin, elektra erin. Is heel duurzaam. De mensen die wat klassiek georiënteerd zijn, die zullen graag naar kortenstaal toe gaan. Mensen met een moderne, wat strakkere smaak zullen misschien voorkeur hebben voor het RVS. Maar dit is dus echt een trend? Dit is echt een trend. Blijft wel een aantal jaren? Het blijft een aantal jaren zeker op de markt. Natuurlijk moet het bij je beleving passen. Nou, dit is best een groot model. Is daar nog meer variatie in? Er zijn verschillende modellen te maken. We hebben fabrikant die het dus helemaal op maat maakt. Dus is er eventueel behoefte aan een hoger element, een lager element, een breder element. Dan kan dat allemaal ingetekend worden, wordt het gemaakt. Voor alle smaakjes? Voor alle smaken. De tuinarchitect bedenkt het concept. Vervolgens wordt er een werktekening gemaakt en de fabriek maakt het precies keurig netjes zoals je wilt. En wordt die dan ook dit seizoen nog geleverd? Ja, de levertijd is ongeveer zo'n 6 tot 8 weken. Zijn het eventueel hele grotere projecten, ja, dan kan er iets langere levertijd zijn. Nou Jan Kees, je hebt een aardig autootje uitgezocht. Het is een aardig autootje, Vincent. Ik vind het jammer dat ik niet een rondje met je mee kan rijden hier over de beurs. Ja. Zullen we maar eventjes niet doen. Ik zet even de contact af, dan hebben we even geen storing van dat gepiep. En wij gaan er even uit. Het is natuurlijk zo dat als je zo'n mooie auto hebt, en nogmaals, het is niet mijn auto, helaas. Maar als je zo'n mooie auto hebt, wil je ook graag hebben dat die wel veilig in je omgeving geparkeerd kan worden. Daar hebben we tegenwoordig prachtige beveiligingsapparatuur voor. Ga je graag even laten zien wat voor beveiligingsapparatuur we zoal hebben. Dit ziet er ontzettend high-tech uit. Kun je even uitleggen wat het is? Dit is in feite het controlesysteem om huis en auto of te verzekeren dat hij op het alarm staat. Of om te ontgrendelen dat ik hem kan gebruiken of ermee weg mag rijden. En hoe werkt dit dan? Het werkt als volgt. Wellicht de vinger op de sensor. Hij gaat dan in feite controleren of ik degene ben die ik zou moeten zijn. Vervolgens tik ik een pincode in, die ik jou natuurlijk, Vincent, niet ga geven, want dan start jij straks mijn auto. En op het moment dat dit akkoord is, dan zegt hij van, ik laat de palen, je ziet daar twee palen staan, zakt de RVS-buis, zakt weg. En de auto kan gestart worden en die kan weggereden worden. Dan is het systeem zo high-tech dat als de auto weer terugkomt, dan weet hij dat hij op zijn eigen terrein komt. Het systeem herkent hem en zal groen licht geven, waardoor de palen weer zakken. De auto weer beveiligd neergezet kan worden. Palen gaan weer omhoog en hij komt weer op rood te staan. Zodat we zeker weten van die auto kan niet weg zonder pincode en zonder mijn vingerafdruk. Als je helemaal de code hebt ingevoerd, hoef je niet elke keer weer opnieuw in. Nee, maar je moet natuurlijk wel zorgen dat je vingers goed gewassen en schoon zijn. Want als ze vuil zijn zoals bij mij, dan reageert hij met een rood lampje en dan zegt hij van, nee, hij is niet schoon, je zult hem eventjes je handen moeten wassen. Die auto blijft mooi op zijn plaats. De auto blijft heel mooi op zijn plaats, ja, absoluut. Ja. Ik kan me voorstellen dat die mensen die zo'n systeem aanschaffen meerdere auto's hebben. Is er ook zoiets voor meerdere auto's? Ja, er is natuurlijk meerdere auto's. De leverancier van dit product kan namelijk ook kentekenherkenning doen. En dat betekent dus dat de kentekenplaat ingescand wordt. De camera van de zuil herkent de auto die op komt rijden. Dan komt er bijvoorbeeld op de oprijlaan of bij de parkeerplaats een camera te hangen. Die herkent de kenteken en dan kan dus 5, 6, 7 kentekens kunnen daarin. Ook bijvoorbeeld voor bedrijven. Hè. Dus kan je voorstellen, stel je hebt een bedrijf met 7 of 10 bedrijfsauto's. En je wilt alleen maar dat die bedrijfsauto's op jouw terrein kunnen komen. Nou, dan worden die kentekens ingeprogrammeerd. En vervolgens zal het systeem precies herkennen, oké, die auto is van ons, die mag naar binnen. En die auto is niet van ons. Daar gaat het systeem dus een blokkering voor opwerpen. Some Sunday morning is going to be. Some Sunday morning for someone and me. Veel design en meubels, maar hoe zit het met groen?
Nou, groen, ik ben blij dat je dat vraagt, Vincent, is gewoon heel erg belangrijk in de tuinen. Het mag ook weer belangrijk worden. Het is deze trend in principe groen in de tuin. Dus we kunnen best wel zeggen van strakke beleiding met harde materialen. En vervolgens gaan we die harde lijnen zachter maken door gewoon heel veel groen toe te passen. Simpel? Heel simpel, maar het moet wel gebeuren. En we zien tegenwoordig toch heel veel dat dat laatste niet gebeurt. En dat vind ik heel jammer. Ik ben een groen architect. Ik zie graag planten. Uit onderzoek is ook gebleken dat groen in feite voor de mens een hele kalmerende, rustgevende werking heeft. Dus met andere woorden, we leven van de zuurstof van de planten. Laten we dan ook zorgen dat er volle planten in de tuin staan. Things should look rosy for someone and me. Some Sunday morning you'll see. Some Sunday morning is going to be. Some Sunday morning for someone and me. Bells will be chiming an old melody. Okay, Jan. Dit is geen doorsnee dennenboom, lijkt me. Nee, dit is de zogenaamde flessenboom. En daar groeien allemaal whiskyflessen uit. Nee, dat is een geintje, Vincent. Het is in feite een Pinus nigra nigra, een zwarte den. Wordt tegenwoordig ook steeds meer decoratief in tuinen aangeplant. Voordeel is natuurlijk, hij heeft groenblijvende naalden. Het hele jaar door is dat natuurlijk toch groenblijvend. Zeker met sneeuw of met ijs of met dauw is dat ook heel mooi. Laat natuurlijk af en toe wat naaltjes vallen. Maar is in feite heel erg arbeidsvriendelijk. Dus onderhoudsvriendelijk voor de tuin. Nou, wat ook heel leuk is, misschien kun je het nog zien. Komen af en toe van die prachtige kegels komen erin. En ja, tegenwoordig hebben we allerlei verlichtingssystemen. Die ook in de moderne tuin worden toegepast. Dus mensen kunnen dit thuis zo verlicht krijgen op deze manier? Absoluut. En dit is professionele installaties, maar er zijn ook wat goedkopere systemen. Je kunt ook eventueel met andere kleuren werken of met een kleurfilter werken. Is allemaal te regelen. Nogmaals, je moet daar een beetje van houden. Het is wel trendy. Maar aan de andere kant zeg ik van, groen geeft rust in je tuin. En als je dan weer allerlei lichteffecten hebt, moet je ook wel eventjes zorgen dat het wel in balans blijft. Ook dit vind ik nou echt iets spectaculairs. Het lijkt een haard, maar bij een echte haard hoef je dit niet te proberen. Wat is het? Nou, het is in feite een kachel die een sfeer geeft van brandend vuur. Rood opgloeiend hout geeft sfeer en warmte. Maar het is veilig, want zoals je ziet, ik kan gewoon mijn hand erop houden. Het is in feite een verdampingsproces, verlichtingsproces. Door het verlichtingsproces krijg je een hele natuurlijke uitstraling. En doordat er water onder zit, speciaal mengsel, dat er van het verdampen gaat, lijkt het net alsof je dus rook hebt. Nu laat ik je straks ook, Vincent, graag ook een echte kachel zien die werkelijk ook brandt. Want nogmaals, dit is eigenlijk hartstikke mooi optisch gezien. Alleen al de sfeer geeft warmte, maar nogmaals, echt warm. Word je er hier niet van? Nee. Nou, een haardvuur of een kachel in de tuin, dat lijkt me toch een echte trend? Nee, maar het is wel lekker op je terras dat je wat warmte hebt. En zeker toch met koude avonden, als het toch een beetje regenachtig is en je wilt toch lekker buiten zitten. Maar nogmaals, het is niet al te warm, is het gewoon hartstikke lekker om een kachel bij de hand te hebben. Dit is een gaskachel, geeft ook wel de uitstraling van net echt, maar geeft heel veel warmte. En zeker ook wat of trendy is natuurlijk tegenwoordig de veranda, oftewel het overkap. Ja, dan houdt hij lekker zijn warmte vast. Dus met andere woorden, dan is zo'n kachel best wel een aanrader. De gashaard die we net hebben bekeken, vond ik erg mooi vormgegeven. Maar ik kan me voorstellen dat mensen ook gewoon nog lekker een vuurtje willen stoken. Nou, dan heb je hier een hele mooie kachel. Dit is een hele degelijke gietijzeren kachel. Waar nog gewoon het ouderwetse houtblokken ingestookt kunnen worden. Beschermd met glas ervoor. Dat als er eventueel wat uitkomt, dat weer wel weggewerkt kan worden. Wat natuurlijk wel heel belangrijk is, constructief technisch. Dat zo'n schoorsteen
Niet in verbinding staat met een dak of tegen een dak in, omdat die gewoon heel erg warm wordt. En wat toch even een tip is voor de mensen die zelf stoken, is in principe ook hout kiezen, houtsoorten kiezen, die in feite goed verbranden, waar niet al te veel harsen in zitten. Want hars wordt terpentine van gemaakt, dat brandt heel erg goed. Maar het nadeel daarvan kan zijn, is dat je binnenpijp helemaal vol komt te zitten met in feite een neerslagproduct. En dan krijg je de beruchte schoorsteenbranden. Met oog op de veiligheid? Oog op de veiligheid is het beste om gewoon goed hout te gebruiken. Het mag fruithout zijn, mag beuken zijn, mag eiken zijn, mag kastanjehout zijn. Maar liever met eventueel hout van de pinus, die we net daar achter zagen, even opletten, omdat er gewoon heel veel hars in zit. Dat vind ik een goede tip. En wat natuurlijk vervolgens belangrijk is, vooral met kleine kinderen die er omheen lopen, dat je even goed die kinderen waarschuwt van jongens, denk erom, die kachel wordt heet en die is heet. Geeft heerlijke warmte. Gaat niks boven echt hout wat op verbrand mag worden. Maar denk wel om de veiligheid. En dat betekent ook eventueel dat als je lekker naar bed gaat 's avonds en die kachel staat nog volop te loeien. Ja, dat je daar wel even erg in hebt van jongens, gaat dat wel goed? Kachel is leuk, maar let op de veiligheid. Absoluut, ben ik het helemaal eens, Vincent. Dankjewel. Ik heb het gevoel dat ik behoorlijk goed op de hoogte ben gebracht van de komende trends op tuingebied. Ik wil je eigenlijk bedanken. Nou Vincent, heel graag gedaan. Ik hoop dat je wat aan de tips hebt gehad. Ik hoop dat de kijkers er ook wat aan hebben gehad. Ik hoop dat de kijkers ook weer inspiratie ook weer hebben dankzij jullie programma om lekker in de tuin aan de slag te gaan. En jullie bedankt voor jullie aandacht. Dat vind ik een hele mooie afsluiter. Nou, dit was Moods weer voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.